Hoe staat het met de spanning? Nou, ja, we zijn gezond gespannen. Net als voor iedere wedstrijd. Wij verwachten toch, ik hoop winst, want het moet kunnen. Ja, we pakken groots uit. Beker, altijd leuk. Bekeravondje staat altijd, zijn altijd voor gekke dingen. We hopen ook een VVS-beetje, net zoals vorig jaar. Wat wordt dit voor avond, denkt u? Ik hoop een sportieve avond. Met een sportieve en goede uitslag voor ons. VVSB is wel een derby voor ons. Het is een streekderby. Maar we verwachten daar geen rare dingen of iets dergelijks. Mart Vergouwen, hoe staat het met de wedstrijdspanning? Nou, sinds een uur of vier zit hij wel in mijn knieën. En als hij hier op het sportpark komt, lichtjes aan, ontzettend gezellig. Ik hoop een ontzettend leuke wedstrijd tussen twee leuke ploegen. Aanvallend, leuke doelpunten. En ja, helaas moet er eentje winnen en ik hoop dat er wij dat zijn. Ja, zenuwachtig hè. Vanaf vanmorgen 9 uur, dat ik bed daar kwam, dan zenuwachtig. Derby tegen Katwijk, helemaal mooi. Hoe is het contact geweest met Katwijk de afgelopen week? We hebben van tevoren gezegd van jullie krijgen 1000 kaartjes, willen die meer, dan gaan we daarvoor zorgen. Nou, ze hebben er nu 800 verkocht. We proberen ze van alle gemakken te voorzien, extra catering, eigen plek. Tribunes. Ja, ik vind dat het zo hoort. Weet je, je moet er samen proberen een feestje van te maken en nou, dat gaat zeker weten lukken. In de rebound was het weer die Dexter's Farami die op de goede plek stond en de 1-0 op het scorebord kon brengen. De tweede verdeling leidt nu na 32 minuten met 1-0. Maar TVC heeft een 2-0 voorsprong, komt in de 34e minuut is het Timberlijn. Die kon opstomen vanuit de as van het veld. Een geweldige feestelijke avond en met zo'n tussenstand is het natuurlijk helemaal goed. Ik denk dat we de eerste helft gewoon een goede eerste helft spelen. En dus tweede helft, als die valt, dan weet je dat het lastig wordt, maar valt niet. In de tweede helft hadden we natuurlijk wel wat lastiger, maar ja, het is goed dat het zo dat die niet valt en dat we toch nog winnen. Ja, ik denk wij starten gewoon heel erg goed en het zit gewoon niet mee met de afronding. En zij krijgen een paar mogelijkheden en die benutten ze gelijk. En het had net zo goed ook aan de andere kant kunnen vallen en dan krijgt de wedstrijd een hele andere wending. Dit zijn de mooiste voetbalavonden met zo'n enthousiast publiek erachter. Avondwedstrijd, dat geeft ook wat extra sfeer en dan 3-0 winnen. Dus ja, beter kan eigenlijk niet.